Hoe was je week? Ja, ik heb een hele zonnige, mooie week gehad. Dus ja, het was natuurlijk heel erg mooi. Ja, het was niet de eerste keer. Maar ik heb mijn debuut mogen maken. Dus dat is erg mooi. Ja, en in het debuut bij Jong Oranje heb je het over stop je ook een strafschop? Ja, dat is natuurlijk altijd lekker. Ik kijk natuurlijk naar het grotere plaatje. Ik vond dat ik gewoon een goede wedstrijd heb gespeeld. Degelijk. En helaas hadden we natuurlijk niet gewonnen. 1-1. Maar ik ben met een goed gevoel naar huis gevlogen. Ja, toch jammer dat het geen clean sheet werd, hè? Ja, dat is niet anders. Ja. Maar gelukkig vandaag wel het doel schoongehouden. Ja, dat klopt. De 13e volgens mij. Dus gaat goed zo. We werken er hard voor de hele week. Dus lekker verdedigen. En we proberen natuurlijk zo min mogelijk weg te geven. En als er dan iets weggegeven wordt, dan moet ik er staan. Dus dat, ik denk dat vandaag goed ging. Ja, zijn deze wedstrijden moeilijk voor een doelman? Nou, de wedstrijd is sowieso, natuurlijk elke wedstrijd is moeilijk. Je moet hem gewoon goed benaderen. Je weet dat zij natuurlijk gaan verdedigen en alle ballen achter de verdediging gooien. Dus we moeten gewoon scherp zijn als verdediger. Ik moet scherp blijven om die ruimte te bespelen. Dat als hij te hard is, dat ik uitkom. Ja. Maar je krijgt toch heel weinig te doen eigenlijk, hè? Ja, nee, klopt. Het was vooral heel erg de ruimte achter de verdediging bespelen. Dus dat is, ik denk dat heel goed ging. De laatste paar ballen, dat wordt dan geen kans. Dus daar ben ik echt blij mee. Ja, dan komt Jong FC Utrecht er nog twee keer door. Eén op één, dan moet je toch nog even goed bijblijven. Ja, klopt. Wat ik al zei, ik moet gewoon scherp blijven. En dan als er een moment is, dan wil ik er staan. En dan moet ik er staan. En dan pakt hem gelukkig. Ja, en dat met deze weersomstandigheden, het was niet te makkelijk, denk ik. Nee, ik vond het wel lekker eigenlijk. Lekker regen, lekker veld. Veld is top. Nat veldje, dus kon niet beter. Ja, je begon met een zonnige week en een nat veld. Dat past wel een beetje bij elkaar. Ja, tuurlijk. Welkom in Nederland. Goed, op weg naar het kampioenschap, hè? Of eerst naar het promoveren. Ja, we moeten gewoon volgende week weer er staan. En dat is het belangrijkste, denk ik. Ik denk dat we volgende week gewoon weer moeten winnen. En dan komt de promotie en komt vanzelf op ons pad. Maar we moeten gewoon winnen. Eerst even kijken wat Almere doet op maandagavond. Ja, natuurlijk kijk je daarna. Maar ik focus gewoon op onszelf. Wij focussen op onszelf. En dan zien we wel wanneer we promoveren of iets. Of we zien het vanzelf. Ja, het zou toch mooi zijn als hier over twee weken promovendus muziek klinkt? Ja, tuurlijk zou dat mooi zijn. Maar wat ik al zeg, we moeten eerst vrijdag winnen. En die wedstrijd daarna moeten we ook winnen. Dus het komt vanzelf. 2-0, was dat een terechte uitslag van de nummer 1 tegen de nummer laatst? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat we de eerste helft kans hebben gehad met Lennarty. Die hadden we al moeten scoren. Ondanks dat we stroef speelden, hebben we er gewoon verdiend gewonnen. Ja, was het stroef spelen van PEC of was het Jong FC Utrecht wat goed tegenhield? Beide. Ik denk dat Jong Utrecht het heel goed deed, verdedigend. En wij speelden gewoon stroef en hadden dat beter moeten doen. Ja, want Utrecht stond soms met zijn zevende te verdedigen. Één man voorin, hopend op een snelle counter. Ja. Hey, goed, uiteindelijk wisten we dat ook wel. NAC heeft dat ook hier gedaan. En daar tegen NAC hebben we bijvoorbeeld fantastisch gedaan. Heel goed in de tweede helft helemaal afgemaakt. En de eerste helft een beetje voorbereid. Nou, vandaag was dat niet helemaal zo. Ik heb in de rust gezegd, we moeten rustig blijven. Maar we moeten wel in die zin van niet rustig blijven van dat het allemaal wel goed komt. We moeten er wel gewoon proberen voor te gaan en zorgen dat we toch die goal gaan maken. Daarna werd het weer stroef. Ja, dat hebben we gewoon gezien en dat hoorde er vandaag gewoon bij. Maar uiteindelijk gaat het om de 3 punten. Een paar kansen voor Utrecht en helpt Jasper jullie nog? Ja, goed. Uiteindelijk heeft hij maar 1 keer wat te doen gehad, denk ik. En daar staat hij gewoon voor. Ja, hij had een mooie zonnige week gehad, zei hij. Nee, ja, zeker. Nu regenachtig stond hij in de kou de hele tijd. Oh, dat vond hij wel lekker. Nou ja, oké. Okay. Jasper vindt, ik zou liever ruilen voor de zon. Ja, hij zei lekker glad veld. Dat kiepte wel lekker. Ook de bal rolt goed. Nee, ja, tuurlijk. Maar goed, het veld ligt er fantastisch bij. En dat is ook ons voordeel in ons spel op dit moment. Dus dat is prima zo.
Ja, je had deze week wel kunnen oefenen in de regenen. Dus wat dat betreft, de trainingen waren ook in de regen, denk ik. Ja, zeker. De trainingen waren uiteindelijk veel beter als dat ik vandaag heb gezien op een heel slecht veld. Maar de wedstrijd daarentegen was minder goed op een heel goed veld. Dus uiteindelijk heft dat een beetje tegen elkaar op. Nu stiekem kijken over 2 weken, want dan kan er andere muziek klinken, hè? Feestmuziek. Nee, ja goed, maar dat is over 2 weken. We gaan eerst volgende week zullen we moeten winnen in gewoon een zeer moeilijke uiterstrijd tegen een goede tegenstander. Ja, maar liggen er al scenario's klaar? Nou, ik weet helemaal niks. Bemoei me nergens mee. Ik wil gewoon elke week winnen. En ik wil volgende week weer winnen. Nou, als we volgende week winnen en die week erop, dan wordt het een feestje. Nee, natuurlijk. Als we het uiteindelijk redden, dan ga ik wel een feestje vieren, ja.